en welkom bij een hele nieuwe Sunday video. Vandaag gaan we iets super spannends doen. Ik ga namelijk proberen om zelf stickers te maken met een geweldig apparaat van Cricut. Zij hebben mij namelijk gevraagd om een video te maken en ik was helemaal vrij in wat ik nou precies kon maken. Dus ik heb gekozen voor het proberen van het maken van stickers. Ik heb er ongelooflijk veel zin in en dat betekent natuurlijk ook dat deze video in betaalde samenwerking is met Cricut. Voordat we gaan beginnen heb ik nog wel een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Alleen welke hand moet je hiervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Als je op dit moment in je omgeving de kleur blauw kunt vinden, gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En lukt het je niet om de kleur blauw te spotten, gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Vergeet erbij ook zeker niet om nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier blijf je altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er dus nooit meer eentje te missen. Deze tas is van Cricut. En Cricut maakt allemaal verschillende slimme snijmachines. Je kan er niet alleen maar mee snijden, maar ook andere dingen zoals bijvoorbeeld tekenen en schrijven. Heel erg tof en spannend. En hierin zit het meest compacte model uit hun lijn, namelijk de Cricut Joy. Zoals je kunt zien is het echt heel erg praktisch, omdat hij lekker klein is. En je kan hem dus overal mee naartoe nemen. Maar we willen hem natuurlijk wel eventjes zien, dus ik ga hem meteen openmaken, want we zijn hier allemaal super nieuwsgierig naar. Ta-da-da-ta! Oeh, het ziet er echt super gaaf uit. Zoals je kunt zien is hier de snijmachine, de Cricut Joy. Het is zelfs nog kleiner dan dit tasje, maar dit tasje komt met extra vakjes en ruimtes, zodat je alles hier mee kunt meenemen. Ik vind het zo ongelooflijk schattig. Het heeft echt een geweldige kleur. En niet alleen heb je de Cricut Joy, maar er komen ook nog een aantal tools bij, zoals deze bijvoorbeeld en deze. En dit is om zo meteen je sticker lekker mee af te pulken. Ik heb het al een klein beetje geprobeerd en het is heel simpel en verslavend. Oeh, ik kan niet wachten om te beginnen, maar laten we deze eventjes openmaken, zodat we het van binnen kunnen bekijken. Hierin zit een klein mesje, want het is natuurlijk wel een snijmachine. Maar je kan zoveel meer doen met dit apparaat. Je kan namelijk personaliseren, organiseren, knutselen. En dat kan op allerlei verschillende materialen. En met de Cricut Joy zijn dat er tot wel 50. Hier heb ik iets heel erg leuks. Het heet namelijk Smart Paper Sticker Cardstock. Voor de Cricut Joy heb je namelijk allerlei verschillende materialen. Je kan eigenlijk alles gebruiken, maar ze hebben ook smart materialen. En dat betekent dat je deze mat niet hoeft te gebruiken. Je kan het materiaal gewoon direct in de machine stoppen. Om je sticker te maken en om de machine te vertellen wat je gaat doen, heb je een app nodig. De app heet Design Space van Cricut. En er staan enorm veel gratis afbeeldingen en projecten in die je kunt gebruiken. En elke vrijdag verandert het aanbod. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat er deze week allemaal beschikbaar is. Nou, hier is de app. Zoals je kunt zien, hierboven zie je 0, 4, 8, 12. Een hele lineaal. En deze staat gelijk aan dit matje. Dan klik ik hieronder op vormen. Tada! En zoals je kunt zien zijn deze allemaal gratis. En het ziet er geweldig uit. Wat ik als eerste ga doen is een hartje. Wow! Oké, deze is wel heel erg groot. Ik wil misschien iets van 4 bij 4 centimeter hebben. Dan ga ik hetzelfde doen, maar dan met een sterretje. Dit ziet er zo gaaf uit. Dan een diamant. En als allerlaatste een cirkel. Dan ga ik ze allemaal eventjes selecteren en groeperen. Dat doe ik hier zo via Actions en dan op het paperclipje drukken. Rechts onderaan klik je op Maken. Nou, omdat ik voor dit project een smart paper gebruik, kan ik gewoon zonder mat aandrukken. Wat er zo ontzettend handig aan is, is dat ik dus in deze app kan zeggen wat ik precies gebruik. Ik ga naar alle materialen, smart paper, sticker, cardstock, want dat is wat ik op dit moment heb. Ik schuif het papier hier zo gewoon in. Tada. En kijk, hij pakt hem nu al vast. En hij zet hem op dit moment klaar. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is gewoon op go drukken. Dus here we go. Daar gaan we dan. Wow, het gaat echt super snel. Het eerste hartje is al gemaakt. Nu gaat hij door naar het sterretje. En een rondje. Woe! En als allerlaatste natuurlijk het diamantje. Wauw. Dat ging zo ongelooflijk soepel en makkelijk. Kijk nou eens eventjes. Ik weet niet of je ze heel goed kunt zien op camera. Er zijn nu 4 vormpjes. En dat kunnen we natuurlijk opleuken door er gewoon lekker op te kleuren en te tekenen. Ik ben er niet heel erg goed in, jongens. Ik denk dat jullie dat veel beter kunnen dan ik. Wat ik vooral gewoon echt geweldig vind, is dat dit ongelimiteerd is. Dus je kan er mega creatief mee zijn. Ze zijn nu af en ik ben er redelijk trots op. Het hartje heb ik opgeleukt met wat leuke liefdeskleurtjes. Ik heb
even een poesje getekend. Nu moeten we gewoon de stickers eraf pellen, zoals je dat natuurlijk doet met stickers. En go! Ziet er zo leuk uit. Ja, daar is die dan! En ik denk dat dit diamantje hier wel heel erg leuk zal zijn. Een flesje kan op zich wel een beetje personality gebruiken. Als allerlaatste hebben we hier het sterretje en dat kan hier zo. En hier zijn dan alle stickertjes op mijn flesje. Misschien is het ook wel leuk om bijvoorbeeld op een envelop te doen of op een hele leuke kaart. Maar dit is niet de enige manier waarop je een sticker kunt maken. We zijn weer terug in de app Design Space. Want als je nog kan herinneren, heb ik gezegd dat deze Cricut niet alleen maar kan snijden, maar ook kan tekenen. Ik ga links onderaan op afbeelding klikken. En dan kan je op het bovenste knopje drukken. En daar zijn alle afbeeldingen beschikbaar die hier zo in deze app zitten. Zoals je kunt zien zijn dat er echt heel erg veel. 170.000 bijna. Maar onder elke afbeelding zie je ook dat het geld kost. Gelukkig is er ook echt genoeg dat gratis te verkrijgen is. Ik ga eventjes terug. Dan ga ik naar Highlighted Categories. En dan Free This Week. Oftewel gratis deze week. En dit zijn alle afbeeldingen die helemaal gratis zijn. En binnen deze categorie ga ik eventjes op zoek naar een unicorn. Laten we kijken wat ze hier hebben. Oh, dit ziet er echt ontzettend gaaf uit. Deze hier zo linksboven is toch wel heel bijzonder. Je kan zien dat de unicorn helemaal is uitgetekend. Maar er zit ook een lijntje omheen. Dus ik ga eventjes insert doen. Wat hier zo ontzettend gaaf aan is, is dat de Cricut dus deze helemaal kan uittekenen. En ook meteen eromheen kan uitsnijden. Maar dan ga ik nu door naar Make It. Zoals je nu wel ziet, zit hier zo een mesje. Dus ik ga hem er eventjes uithalen. Want het eerste wat we willen is dat hier zo getekend wordt. Gelukkig komt er ook een stiftje bij de Cricut Joy. Het enige wat ik dan hoef te doen met deze fineliner stift is ik zet hem er hier zo in. En dan maken we hem weer dicht. Heel erg makkelijk zoals je kunt zien. En dan gaan we nu beginnen met tekenen. Dus 3, 2, 1, go! Wauw. Eerste lijntjes staan er al op. En het ziet er echt geweldig uit. Ah, het begint ergens op te lijken. Is het tijd voor de hoorn? Volgens mij wel. En here we go. Wow. Ik vind het er echt prachtig uitzien. Ik heb er nog niet eens helemaal goed naar gekeken. En wat we nu gaan doen is, we gaan de pen er eventjes uithalen. Zo. En dan vervangen met het mesje. Die stop ik erin. Dan klip ik hem weer vast. En het enige wat ik nu dan hoef te doen is weer op go te drukken. Daar gaat hij dan. Woe! Oh, wat een spanning. Oh, wat een spanning. Gaat er helemaal omheen, zoals je kunt zien. Yes, het maakt echt een heel erg prachtig goed lijntje. Ik heb hier een notebook of je kan het op een schrift of een boek plakken. Oh, dit is echt de perfecte grootte. En daar had ik natuurlijk 100% controle over. Tada! Wauw, het ziet er echt heel erg tof uit. Als je het zelf leuk zou vinden, kan je dit natuurlijk ook nog eens inkleuren. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk, dat minimalistische. Het ziet er echt uit als een hele prachtige sticker. Super professioneel, dus ik ben er heel erg blij mee. Als allerlaatste heb ik hier mijn koffer met rolschaatsen. Het ziet er natuurlijk al heel erg leuk uit, maar ik dacht, weet je wat? Ik ga hier mijn eigen stickers op maken. Ik heb dit gedaan, tada! Het ziet er echt ontzettend leuk uit. Zoals je kunt zien kun je er oneindig creatief mee zijn. Je kunt ook je eigen designs uploaden in de software en je eigen stickers daarmee maken. Of zoals ik hier heb gedaan, kun je bijvoorbeeld ook je eigen naam gewoon intypen en dit laten uitsnijden. En dan heb ik dat weer op een ander vlak geplakt. Op die manier kun je dus ook stickerlaagjes op elkaar plakken en daar weer iets heel erg leuks en origineels mee maken. Ik vind het een geweldig proces. Ik heb altijd al mijn eigen stickers willen maken en nu kan dat gewoon. Dus dat was een kleine greep van wat je allemaal kunt doen met de Cricut Joy. Het was echt ontzettend leuk en wat mij betreft dus helemaal en hartstikke geslaagd. Deze video was in samenwerking met Cricut en als je dit gedeelte ziet betekent het dat je hem helemaal tot aan het eind hebt gekeken. En ik heb natuurlijk deze hele leuke unicorn sticker gemaakt. Unicorns vind ik geweldig, maar de vraag van vandaag is, wat is jouw favoriete dier ooit? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!